Tim is eigenlijk echt een babbelaar op de fiets. Is dat eigenlijk over duurtraining doen, continu babbelen. En als hij niet weet over wat gesproken, gaat hij Hans Steeuwen beginnen achter doen. Dus nee, het is altijd leuk en ambiance op de fiets. Tim is nog meer dan mijn speelvogel. Maar het is zoals dat hij zegt, dat versterkt bij elkaar. En zeker als Van Lerbergen en Steels er nog bij zijn, dan is het nog slechter dan dat we met twee zijn. Tim is eigenlijk altijd zijn één, is altijd rechtuit. Tegenover iedereen, wat dat zijn gedacht zijn. En dat is wel zeer positief. Hij heeft ook zijn visie over een wedstrijd en hij gaat dat dan altijd wel delen met iedereen. Buiten de koers is dat ook zo. Hij heeft zijn visie over bepaalde onderwerpen. En dat is dan zijn gedacht en dat zal hij wel zeggen. Tim is super loyaal. Hij heeft nog nooit gediscussieerd over zijn positie in de ploeg. Hij weet dat hij daar het beste in is. Terwijl ik soms denk dat hij zelf nog iets meer kan. Maar zijn werk dat hij nu doet, geeft hem ook rust. Hij gaat altijd zich 200% smijten voor de kopman en voor heel de ploeg. Dus Tim is zeker meer dan loyaal. Tim heeft voor mij het juiste profiel als shoulder. Ja, hij trekt altijd zijn plan en het is soms met vallen en opstaan, maar hij gaat altijd vooruit gaan en zijn best blijven doen.